Beste vrienden para Maribrouti, hoe devo rustig Barasa de Barassa Barasa Alasma Zaptak Aboma Barasa na Barasa toe. Mijn beste vrienden. Als de schapen zouden weten wat de herder van plan is, zouden ze hem echt opvreten voordat ze bij het abattoir aankwamen. Maar ja. U weet, schapen zijn vegetariërs, ze eten gras. Dus kan ik me voorstellen dat ze de herder in elkaar zouden stampen: tot hij het mest geworden was. Waardoor het gras groeit en zij hem kunnen opvreten. Beste vrienden, die herders die zich leiders noemen van ons. Zijn velen misleiders. Daarom zeggen we wel eens dat we helemaal geen leiders hebben. Want je kan liever geen leider hebben dan een misleider. Want als je geen leider hebt, dan ben je verantwoordelijk voor datgene wat je doet. Maar wanneer ze leider spelen voor jou en. Je gaat ze notabene ook volgen. Dan kom je aan op die plek waar je niet wil zijn. En op die plek zijn we nu in Suriname. Er wordt met oorlogstaal gesmeten. Het land is zwaar verwaarloosd. Achteruitgesteld. We lopen minstens 50 jaren achteruit. We gaan later spijt hebben van het feit dat we veel verkwanseld hebben, veel hebben weggegooid. Gewoon omdat we niet weten, of liever gezegd, omdat we denken dat we weten, maar het gewoon niet weten. Als ze onderontwikkeling kan je zien wanneer je luistert naar al die gesprekken die de te doen en die gaan over ons staatsbestel gesprekken die gaan over de constitutie doen jou vermoeden en bevestigen voor jou met zekerheid dat het land op een totaal verkeerde manier is ingericht en dat aan die totaal verkeerde inrichting niks is gedaan, omdat die verdedigd wordt alsof het een geloof is. Ook het geloof heeft haar intrede Allang gedaan in de Surinaamse politiek. Allang, allang, vanaf de slaventijd tot nu. Zijn namen aanbid. En elke leider aanbidt. En daarbij zie je heel goed dat het niet uitmaakt wat je aanbidt. Als zeggen de jongens en de beestjes dat hun God beter is. Want ze hebben zoveel verschillende kerken. Dat je bij wijze van spreken eigenlijk zo moet concluderen daaruit. Dat elke kerk een eigen God heeft. Het mag niet waar zijn. Het is ook niet waar. En wanneer je met z'n allen bezig bent te geloven, en het geloof meeneemt naar DNA, en elk parlementslid, elk DNA-lid, wordt ingezegend met heilige woorden. En hij gelooft. En hij, en, en hij zweert. En dat geldt ook voor ministers, voor de vicepresident, voor de president. Allemaal gebruiken ze het geloof om elkaar en u een rat voor uw ogen te draaien. Want dat geloof zelf doet geen ene reet. Als er iets gebeurt, dan hebt u het gedaan. Alles wat u doet, daar bent u verantwoordelijk voor. U kunt het niet afschuiven op geloof of ongeloof of al dat soort grappigheden. Nee. U bent schuldig voor datgene wat u hebt gedaan. Maar we zijn te laf om terug te kijken. En te zeggen van hé, hey boy, we hebben, hebben het niet goed gedaan. Beste vrienden, de situatie waarin Suriname op dit ogenblik verkeert, en met name onze blakke man, is er één, niet om je er prettig bij te voelen. Eigenlijk zou je je moeten schamen wanneer wij in het algemeen stellen dat er zo weinig mensen hoger zijn opgeleid in Suriname, en dat er Sprake is van een gigantische hoeveelheid mensen die ongeschoold zijn. En zoals eerder, u weet het, je kan geen land vooruit helpen als de mensen onontwikkeld zijn. En daarom is het een goede zaak. Op te kijken wat er gebeurt en ook je conclusies te trekken, ja. Waar is men mee bezig? Waar is men mee bezig? Het onderwijs van ons in Suriname is al lang kapot. Marie Levens kwam uh, nu een half jaar geleden als minister van uh, Onderwijs. Ze maakte er een zootje van. Vanaf dag 1 heb ik gewaarschuwd. Je moet niet een fossiel aanstellen in deze moderne tijd om op het onderwijs te gaan zitten. Nee, je moet iemand aanstellen met moderne gedachten, modern denken en met oog voor de realiteit van Suriname. Je kan geen systeem van buiten hier naartoe halen, het implementeren en denken dat onze kinderen slimmer gaan worden. Beste vrienden. Er is een school in Coronie waar nul procent geslaagden zijn. De Tata school. En ik moet u zeggen, dat feit dat is slechts een onderstreping voor. Het gegeven dat het onderwijs niet deugt. Het systeem deugt niet. De 0% geslaagden is een onderstreping voor het feit dat ook de leerkrachten niet goed zijn opgeleid. En als u kinderen wil opleiden, dan moeten ze wel goede leerkrachten hebben. Anders is het water naar zee dragen dat hele systeem is via de Tata, -tata school geïmplodeerd geen enkele minister vernieuwers en de oude bokken niemand kan ons aanwijzen hoe ze dit gaan veranderen beste vrienden er zijn veranderingen mogelijk maar net zo goed als dat het verpest wordt had het ook verbeterd kunnen worden. Maar om het te, te verbeteren, moet je jezelf verbeterd hebben en moet je kunnen inzien dat wat er is niet deugt. Alleen wanneer je ziet dat wat er is niet deugt, kan je daar tegenover iets anders zetten wat wel deugt. Het resultaat van het alles wat er nu gebeurt, is dat wij nog verder zijn in de boesboesie en heel ver af zijn van ontwikkeling voor iedereen. Beste vrienden, er wordt veel gepraat in Suriname. Heel veel Heer de vergader, met Barry de vergader, man, commissie hier, commissie daar, commissie zo, commissie zus, commissie dit, commissie dat.

Is bruku, broek. Ze weten nog niet eens of de verkiezingen gaan komen. En ik moet u zeggen, er wordt nog steeds geloerd op een incident, op een gebeurtenis waardoor de noodtoestand kan worden uitgeroepen. Verkiezingen geen doorgang vinden. En de ellende. zich opstapelt. Wij. leven. op een tikkende tijdbom. Zo erg is het geworden als Suriname. Nu praat men niet meer in. Uh, Isabito, tchibri tchibri fassi. Maar de taal vertelt ons wat de mensen denken. En dat is geen goede zaak. Daarom vraag ik u, hou het hoofd koel. Cool. Laat je niet meesleuren met allerlei zaken. Hou je hoofd koel cool. en blijf dus nuchter. Dat vraag ik aan al die barana's en die sissas, die rondlopen en rondrijden. Hou je hoofd koel. Cool. U weet toch dat wij broeders zijn? Hou je hoofd koel. Cool. Paramaribo Guru de Devi rustig. En Suriname Unite is de enige constante factor. Wat? It's the only way we are going to win the fight. Paramaribo Guru de Devi rustig, hè?